Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Het gaat een hele gezellige worden met Gloria Narendorp. We praten over Giletto's, ik moet het goed zeggen. Dat is haar dansschool die ze een x-aantal jaren heeft opgericht. We gaan kennis maken met haar en natuurlijk alles te weten komen over Giletto's Dance Company. What made is a Gloria, welkom in de studio. Thank you. Oké, vertel ons wat meer over jezelf alvast. Ja, ik ben Gloria Narendorp. Over mezelf. Ik hou van bezig zijn. Ik hou van projecten runnen. Ik hou van producties. I like having fun. En ik hou van dansen. Duidelijk. Ja. Heb je een dansachtergrond? Ja. Ja. Ik dans al vanaf ik 6 jaar ben eigenlijk. Ja. We begonnen met salsa. Ik heb verschillende dansstijlen gedaan. Ballet, modern, folklore, bellydance, paaldance. Mm-hmm. Ik heb in het buitenland lessen gevolgd. Ik heb Suriname vertegenwoordigd ook in het buitenland bij mijn verkiezing. Mm-hmm. Toen heb ik Miss Best Talent gewonnen met bellydance. Het was een verkiezing in China. Heel mooi. Mm-hmm. Oké, very nice. Mm-hmm. Wat heeft jou geïnspireerd om je eigen dansschool te gaan opzetten? Dus eigenlijk wilde ik allang heels classes volgen in Suriname. Mm-hmm. Maar er was niemand die dat verzorgde. Mm-hmm. En toen dacht ik van, hey, laat me het proberen. Ik ben naar het buitenland gegaan. Ik heb lessen gevolgd. En I was like, okay, I'm ready. I'm gonna start the school. Heels lessen. Wat zijn heels lessen? Heels is like, it's dancing on heels. En mm-hmm. het is een combinatie van hip-hop, ballet kan je erin zetten, some belly dance. It is like, it is just feminine dance on mm-hmm. heels. Yeah. And it is very focused on op jou als vrouw. Yeah. Hoe zeg je het ook alweer? Om jezelf eigenlijk meer prettiger aan je lichaam te voelen, more confident te worden in principe. Yeah. Okay, maar je geeft niet alleen maar heels classes, hè? Nee, dus mijn dansschool is best uitgebreid. Mm-hmm. We hebben eigenlijk verschillende dansstijlen die gefocust zijn op vrouwelijkheid. To connect again with your femininity. Mm-hmm. We hebben heels, dat doe ik. En we hebben ook floor dance, dat zijn more on the floor movements. Mm-hmm. We hebben twerking classes, dancehall classes en chair dance. Oké. En dit doe je eigenlijk, neem ik aan, naast je reguliere werk? Ja. Dus in de middag- en avonturen? Ja. Ja, oké. Maar je zegt dat je doet het eigenlijk voor fun. Mm-hmm. Je doet het eigenlijk gewoon erbij. Ik doe het erbij. Ja. Maar het begint wel more een serieuze job te worden. Ja. Mm-hmm. Ik ben ermee gestart en toen had ik misschien drie studenten. Ja. En het was best manageable. En nu heb ik 30 studenten, 5 classes. Dus het is basically een job. Het is een groot ding aan het worden. Ja. Maar waarom heb je ervoor gekozen om die richting uit te gaan? Om inderdaad, ik bedoel, vond je dat we iets misten aan dans? En waarom vrouwen? Ja. Want dat is ook al heel duidelijk in jouw verhaal. Ja, dus in principe, er zijn verschillende dansstijlen in Suriname. Yeah. Maar heels was wel something that was very trending, vooral mm-hmm. on social media. En ik wilde het ook volgen. Yeah. En het was er niet. En toen ik uiteindelijk begon met die dansstijl en ik begon het te verzorgen aan mensen, toen merkte ik ook dat het mijn toegevoegde waarde is. Niet alleen maar voor like, als je wilt dansen, mm-hmm. maar ook voor jezelf als een confidence boost. Ik geef bij mijn heelklasses ook lessen om te lopen op hakken zelf. Dus ik leer dat gewoon bij mij. Maar ik bedoel, als vrouw doe je dat eigenlijk toch altijd al? Naar elk feestje draag je hakken. Nee, als je gaat dansen. Dat dacht ik ook. Als je aan het performen bent, ben je ook op hakken aan het. Dus eigenlijk doe je het al. Dat dacht ik ook. Maar ik merk eigenlijk dat het meer is dan dat. De mensen dus nu, veel mensen zijn bang om te komen, maar ze kunnen nog niet lopen op hakken. Ja. En dan zeg ik afgeef altijd aan, ik leer je dat wel. Ja. Dat komt goed. Maar dan wanneer ze nu eenmaal les komen volgen, dan gaan ze nu met hakken naar het werk. Dan zie ik social media videos waar ze klik, klik, klik. I'm like, okay, you got this. Maar dat wil zeggen dat de les heeft geholpen. Ja, zeker. Ja. Dat is ook de bedoeling. Het geeft waarschijnlijk echt een hele confidence boost. Dat is ook de bedoeling van een dansschool. Het is niet alleen maar dansen. Ja. Maar het is ook meer om de vrouwen meer confidence boost te geven. Connect with their inner self. En like sisterhood te creëren. Like a community. Mm-hmm. We support each other's businesses as well. Dus it is more than just dance. It is it's life. Dus we hebben heels, floor, chair. Dancehall. En dancehall. Ja. Oké. Maar die stijlen die je hebt toegevoegd mm-hmm. na heels, is dat op aanvraag? Of is het gewoon vanuit je eigen kennis of je eigen kunde? Of de mensen die aanhaken bij jou? En je bent niet meer alleen als instructeur. Ja, het is eigenlijk op mijn gevoel hoor. Ik kijk naar waar er behoefte aan is. En ik merk dat twerking echt iets is dat was booming. Dus daar heb ik dat geïmplementeerd. En het
Turk is bijna een van de drukste classes nu. Ja. Ja. Ik heb veel verzoeken voor Turk classes. Ja. En de rest, chair ook wel. Chair is iets rustiger. Ja. En een beetje sensueler dan ja. Turk. Turk is echt bam, 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 bam. Ja. Oké. Okay. You really get in touch with the feminine side. Yes. Dat is wel wat je wil bereiken. Mm-hmm. Een beetje female empowerment. Ja. Movement. Yes. Aan het going on met jou. Altijd eigenlijk ben ik in die woman empowerment ding hoor. Mm-hmm. I like supporting women and I like uplifting women. Dus dat is ook te merken in mijn dansschool. Dat komt gewoon dat uiting. Oké. Okay. Maar geen mannen? Mm. Helemaal niet. Is dat echt een hele bewuste keus? De reden waarvoor is omdat eigenlijk in mijn dansschool wil ik een safe space creëren voor vrouwen. Mm-hmm. Dat wanneer ze komen naar klas. We zijn al in een man-dominated world. Er zijn overal mannen. Maar als je naar klas komt, heb je tijd voor jezelf. Quality time. And you're connecting with yourself. En het is soms moeilijk als er mannen in de omgeving zijn. Want dan ben je al heel hoog geneigd om te kijken. Dans ik goed? Doe ik dags kijktijd naar me? Weet je? Maar als er alleen maar vrouwen zijn, voel je veel meer in je zone, je kan doen wat je wil. Dat is de bedoeling ook waarom ik zeg alleen vrouwen. Ja. Ik ben geen anti-mannen. Ja. Het is gewoon die safe space voor vrouwen. Ja. Ja. Vind je wel dat je dat doel bereikt nu met de groep die je hebt? En de lessen die je verzorgt? Ja, ik merk het ook omdat ze het ook aan mij aangeven als feedback. Ja. Want ik doe continu checks. Are you okay? Mm-hmm. Wat vind je ervan? En they're happy. Dus, ja. Oké, okay, goed. Nu ga je een show organiseren op zaterdag 9 maart. Ja. Wat is de aanleiding voor de show geweest? Want nu moeten de mensen zich gaan profileren op een podium. Ja. En daar kijkt iedereen naar zo. Ja. Man, vrouw, kind, moeder, tantes, nichten, werkgevers. Oma's. Twerkles. Ja, precies. Ja, klopt. Okay. Maar het is die confidence booster. Daar komt het. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk, die show is een show voor women empowerment. Daarom doe ik het ook niet alleen. Ik doe het met andere dansscholen. En het is een all-women cast in Thailand. Dus het is omdat het ook gaat om 8 maart, Internationale Dag van de Vrouw. Okay. In het kader daarvan hebben we die show georganiseerd voor Women Empowerment. En natuurlijk, de mensen die alle lessen volgen en die nu gaan performen, voor mij is het een confident boost. Is also one of the pillars of my dance company. Mm-hmm. Dus het komt helemaal in één. We hebben verschillende dansscholen die meedoen. We hebben ballet, we hebben jazz, we hebben hip-hop, afro, Kodanko doet mee. Je hebt dansschool Satrangi, dat zijn de Hindustaanse dans. Mm-hmm. Tide, van die toe doet belly dance, we hebben paal dans ook. Dus het is echt een mix, max van alles. Ook de inheemse, je hebt de Maron dans ook nog. Het is een hele mix van alles dat je kan vinden in Suriname. Mm-hmm. Gaan we presenteren. Dat is wel heel mooi. Ja. Okay. En dat noemen we van Women Empowerment. Op de Internationale Dag van de Vrouw. Ja, 9 maart. Dus het is 8 maart. We doen het op 9 maart. 9 maart, oké. Okay. Mm-hmm. En waar zijn kaartjes te vinden? Dus nu zijn ze bij Gifted aan de Zonnebloemstraat. Ja. Italia zelf kan je ook zijn. En bij Noord Fitness Gym. Het is aan de Anamoestraat. Mm-hmm. Ja. Oké. Okay. En bij jou. En bij mij. Bij jou dan school. Mensen die op straat zien kunnen zien. Ja, hey kaart. En dan denk ik, oké. Dat is wel heel erg mooi. Ja, Nice. Dus een all-female cast. Mm-hmm. Dat is natuurlijk al sowieso... Ja, ik ben benieuwd als ze ook al female publiek gaat zijn. Of als inderdaad dat ben ik ook benieuwd. Ik weet het echt niet. Want ze zijn sowieso welkom. Iedereen mag komen. Tuurlijk. Dus ik ben wel benieuwd wat het gaat worden. Maar ik denk als ik zeg twerk dan. Ja. Waarschijnlijk. Dan komen ze wel. Ja. Okay. Doen al jouw studenten mee? Of heb je een selectie gemaakt? Nee, iedereen mag meedoen. En zij mag kiezen als ze mee wilden doen aan de show. Mm-hmm. Ik verplicht niemand. Dus in principe doet zeker wel 80% doet wel mee. Oké. Okay. Okay. Very nice. Mm-hmm. Nou, Gloria, ik zou zeggen heel erg veel succes. Maar fun, hè? Ja. Want je hebt het zelf gezegd, je doet het voor de fun. Ja. En hopelijk doen de andere dames het ook voor de fun. Dus dat is sowieso een... Van Internationale Dag van de Vrouw representation op 9 maart wordt in Thailand. Yes. Okay. Thank you so much. En we zullen je contactgegevens ook erbij vermelden voor het geval er nog meer dames zijn die ook naar Giletto's willen komen. You never know. Dance classes. Yeah. Die spannende dance classes van Gloria en de team. Dankjewel, Gloria Narendorp. Thank you. Gloria Narendorp was mijn gast vandaag in Q-Time over haar dansschool en... Heel spannend klinkt het. Dus ik zou zeggen, wil je ook in een veilige vrouwelijke comfortzone leren dansen en eigenlijk een beetje meer van jezelf ontdekken of ontwikkelen. Je talent, dat sowieso iedereen in zich heeft. Maak contact en kom meer te weten over wat ze allemaal doen bij Giletto's. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende aflevering van Q-Time. Q-Time.
This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.